Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate. Ja, het is een nieuwsupdate voor vandaag, 12 december 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag een iets wat kortere uitzending met alleen nieuws, morsen en SSTV in PD90. Het is niet helemaal zeker of het lukt om een nieuw SSTV-plaatje te maken. Mogelijk moet ik er eentje herhalen van de afgelopen week. En mogelijk, heel misschien, is er ook geen morsen. Wel zijn er enkele vrij uitgebreide nieuwsberichten. In het Engelstalige deel van deze uitzending was het gisteren ook al te horen. Indonesië is op 7 december geteisterd door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Er zijn 100 doden en bijna 300 gewonden. De Indonesische Yaru Region 3 coördinator IB2TJV meldt dat het slechts 2 uur duurde om een groep centamateurs van Indonesische amateurorganisatie Orari samen te stellen en het aardbevingsgebied daarmee te bereiken. De groep bestaat uit IB6AA en IB6AG en anderen ondersteunen vervolgens het noodverkeer in en rond het aardbevingsgebied. Even de gewonden bij de aardbeving was een zendamateur Yankee Charlie 6 Foxtrot Charlie die gewond raakte toen zijn huis instortte. Zijn familie bleef ongedeerd. IB2TJV meldt dat het noodverkeer plaatsvindt op 2 meter en daarnaast op 7110 kHz in de 40 meter band. Het verzoek is om die frequentie 7110 dus wereldwijd te ontzien. In totaal raakten 125 woningen, 105 winkels en 14 moskeeën bij de aardbeving verwoest. Het meest recente intrudernieuws van IARU MS, het IARU monitoring systeem, is die van 10 december. Een hele waaier aan frequenties. Op 7,000 is er zoals altijd de buzzer, een zender uit de groep van nummerstations, waarvan niemand precies weet waar die voor gebruikt wordt, deels in de 40 meter amateurband. Verder zijn er allerlei Russische bakers, ik noemde maar een paar op 40 meter. Ook die zijn er dagelijks en die komen uit Rusland en uit Kazachstan. Australië, dat lijkt zo'n braaf land op dit gebied, maar hun lange afstandsradar JORN, wat staat voor Jindalee Operation Radar Network, is vaak te horen in de 10 MHz amateurband. Een piepklein CW-bandje dat op die manier uit het spectrum deels wordt weggevaagd. Dagelijks pikken daarnaast Spaanse vissers de frequenties 3590 en 10125 in USB in, beide een CW-frequentie. Radio Somalië zit met omroepuitzendingen in de 40 meterband op 7120 MHz. Radio Eritrea zit inmiddels niet meer op 2, maar op 4 frequenties 7175, 7185, 7180 en 7146,5. Gestoord door het buurland met flinke zendvermogens en ruis. Verder is er nog Radio Myanmar, het vroegere Burma, op 7200. 28,0 tot 29,7, daar zitten dagelijks Russische taxis. Als je op hun frequentie CQ roept, krijg je gratis een cursus in Russisch bargoens. Ook in de hele 10 meter band zitten de boeien buiten de territoriale wateren, dus bijna niet aan te pakken. 60 meter nieuws. Meerdere landen geven nieuwe of vervangende vergunningen uit voor 60 meter. Zweden geeft 6 maanden geldende experimenteervergunningen uit voor het bandje dat met WRC 15 beschikbaar is gekomen, dus voor dat frequentiegebied, ter vervanging van de eerdere kanalen. Voor die vergunningen moet overigens door de Zweedse hams extra betaald worden. Verwacht wordt dat er in januari 2018 of eerder een permanente regeling komt. In Finland vonden er onlangs vergelijkbare veranderingen plaats, waarbij de al geldende vergunningen voor 5 jaar uitgegeven gedurende de uitgiftetijd blijven gelden. Ik meldde dit nieuws al eerder. Verder in Dominica is een station HB9 WTA QRV tot februari 2017 op 60 meter en ook waren er recent wijzigingen voor 60 meter in Luxemburg, Letland, Wit-Rusland en Andorra. Waar wij dus nu nog een band van 100 kHz groot hebben en binnenkort nog maar 15 kHz en dan bij 15 watt EIRP, daar heeft Denemarken dus sinds jaar en dag al een stuk van 200 kHz van 5250 tot 5450 met, let wel, 1 kW maximaal zendvermogen gemeten op de aansluitplug op de antenne. Er zijn voor zover bekend geen veranderingen in Denemarken gepland.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQ-SSTV voor iOS. Verder is er MM-SSTV voor Windows en Q-SSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. Klopt. Een van de gewonden bij de aardbeving was een zendamateur, Een van de gewonden bij de aardbeving was een zendamateur, Yankee Charlie 3. Ook die zijn dagelijks uit Rusland en komen uit Kazachstan. Ook die zijn er dagelijks en die komen uit Rusland en uit Kaga. Klopper. Klein cw-bandje. Dat op die manier van de. Klopper. Om ze extra betaald worden. Verwacht wordt dat er. Klopper. Dit is Papa Alpha 0, Echo, Tango, Echo op helium. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.